In aanvulling op Henny en Jessica zijn nu op het podium gekomen Britt van Zelst, ecoloog bij het NIOO en Wageningen Universiteit. En Hanneke Kloosterboer van Waterschap AMA's. Dank jullie wel dat jullie er kunnen zijn. Zij zijn al langer met deze problematiek bezig en kunnen vanuit de hoek van ecologie, waterveiligheid, overheid en de rechten van de dieren commentariëren op stellingen die nu verschijnen zullen. En we hopen dat met deze stellingen nog meer debat mogelijk is. Debat met de zaal natuurlijk, maar met becommentarieerd door experts. We hebben een soort gradiënt op het podium staan van rood. Ik ben het hier helemaal mee oneens. Oh, dat kan niet, hè? Dan staat hier in jouw beeld. Ja, jammer, had ik zo goed bedacht. Van rood naar groen, hier ben ik het mee eens. Dus wat je gaat zien is dat deze mensen op het podium gaan bewegen. En dat is leuk, dat levert wat dynamiek op. Maar het is ook leuk omdat ze zich zullen sorteren op deze gradiënt van mee eens naar oneens. En daarom kan ik de meest kritische persoon vragen om het nader toe te lichten. We hebben een stelling. En die stelling bestaat uit nogal veel woorden van rechten van de dieren zijn er. Dat herkennen we wel, maar we hebben ook een groot probleem. Hoe lossen we dat op? Grote inspanningen van menselijke zijde zijn gerechtvaardigd om duurzaam samenleven met das en bever mogelijk te maken. U heeft vast een kleurtje in uw handen. En u kunt kiezen of u daar groen mee eens bent. Mag ik de groene kaartjes zien? Of dat u het daar rood mee oneens bent. Mag u nog steeds omhoog houden de groene kaartjes. Maar rood, zijn er ook rode kaartjes überhaupt? Wat verdorie. Waar is het contrast? En de sprekers, u heeft misschien een veel extremere mening. Grotere inspanning. U kunt zich sorteren op deze gradiënt. Bent u het er mee eens? Ja. Dan moet u bij groen komen staan. Bent u het er niet mee eens? Dan mag u helemaal bij rood. Is er iemand die het rode standpunt wil verdedigen? Dan gaan we bij deze stelling gewoon door naar de volgende. Oh, hey, let op. Heel graag. Mag de microfoon even die kant op? Nee, kun je hard praten? Grote inspanningen kan je omzetten in financiële middelen. Hoe kan je op een moment de draagvlak in de samenleving zo hoog om bijvoorbeeld bejaardenhuizen minder mensen te laten wassen? Omdat er geen geld voor is, terwijl je wel geld hebt, maar je geeft gewoon andere hobby's. Ja, dus er is hier het punt, want we moeten een afweging maken als de inspanningen zo groot zijn dat het ten koste gaat van uitgaven aan ouderenzorg of onderwijs, dan heeft dat een prijs. Is iemand van jullie die hierop wil commentariëren? Hanneke? Ja, ik denk dat je hem altijd zult moeten afwegen. Hè? Wat vinden we gerechtvaardigd als waterschap, maar ook als maatschappij, om de inspanning te leveren. En ik denk dat we die gesprekken ook voeren met het hoogwaterbeschermingsprogramma. De 2-3 ton die net werd genoemd. Vind je dat verantwoord, waardoor je wel de komende 50 tot 100 jaar kunt zeggen van nou, deze dijk die blijft beschermd tegen bever- en dassengraverij. Ik ken de voorbeelden ook in het gebied van AMA's, waarin een zorginstelling een ton moet uitgeven omdat ze bevers hebben die de toegangspoorten ondergraven, die gasleidingen laten verzakken en die dus niet naar de zorg kan. Ja, dat is ook volgens mij het punt waarop we moeten zeggen van nou, hier moet of een provincie een schadefonds tegenover zetten, wat we hebben geprobeerd, wat er helaas niet doorgekomen is. Of we moeten op een gegeven moment zeggen van nou, hier heb je zo'n punt bereikt, dit accepteren we niet en hier gaan we strengere maatregelen treffen en niet nog een keer 2 of 3 ton erin stoppen. Dit is die vierde pijler. Een reële discussie. Ja, dit is de vierde pijler van het beverbeheer, een schadefonds bij disproportionele schade. Voor vraatschade is dat geregeld, voor andere vormen van schade niet. Heel erg bedankt voor de toelichting. Wil je ook iets zeggen hierop? Kun je hard praten? Ga maar even staan. Dankjewel, dat is een heel verstandig perspectief. We komen uiteraard op dit onderwerp nog op een aantal momenten terug bij de volgende stellingen. Dank jullie wel voor de reactie. We gaan naar een stelling 2, waarbij u ook weer kunt bewegen op het podium tussen eens en oneens. Kies voor nul tolerantie bij graverij in essentiële infrastructuur. Deze heb ik uit het Bionieuws. Daar had Jaap Dirkmaat van
Dat is een boom die had gezegd, ja, we zijn zo'n aangehard landschap. En soms moeten we ook een beetje niet te kinderachtig zijn. Geen halfzachte aanpak. Kies voor een nultolerantie bij essentiële infrastructuur. De mensen op het podium mogen zich verplaatsen en u kunt een groen vlaggetje opsteken als u het hiermee eens bent. Kies voor nultolerantie bij essentiële infrastructuur. En misschien is het fijn dat de mensen met het rode vlaggetje dat inderdaad ook uitdrukkelijk even doen. En dan halen we de... Dus hier is de zaak al wat meer verdeeld. Merk je, jullie blijven gewoon staan op de grens, zie je dat? Dus ik ga ervan uit dat Henny het er meest mee oneens is om nultolerantie te doen. En daarom vraag ik jou om hier een toelichting te geven. Nou, volgens mij is het bijna praktisch niet haalbaar om daarvoor te kiezen. Het zou mooi zijn als je daarvoor zou kunnen kiezen, maar praktisch is dat gewoon niet haalbaar. We hebben zoveel bevers, we hebben nog dassen. Dus volgens mij is het gewoon is dat utopie om dat te denken. Dus vandaar dat ik hier sta. Oké. Zijn er mensen die denken dat het wel kan? Nul tolerantie bij essentiële infrastructuur? Zijn er hiervan mensen die denken dat het kan? Nou, we hebben het geprobeerd in de dijkversterkingen 20 jaar geleden om dassen in de dijk te incorporeren. Dat we daar de Dassenburcht accepteerden en hebben gaas ingegraven. Dat was een heel mooi idee. Alleen wij merken nu juist een das die heeft pootjes en die houdt van graven. Dus die gaat iets verderop, gaat hij gewoon weer aan de slag. En kun je nulstand garanderen? Nee, dat denk ik niet. Daarvoor zijn er inderdaad te veel. Maar wij inspecteren één keer in de week puur specifiek op graverij. Zodat als er maar een kleine hol is, dat je daar gelijk mee aan de slag kunt. Zonder dat je het eerst een hele grote burcht laat worden. Waar je heel veel problemen mee hebt om die op te ruimen. Ja. En ik zou er wel voor pleiten om eigenlijk geen dassen en bevers in je dijk te accepteren. Waarbij ik daarnaast er ook voor pleit om zoveel mogelijk te zorgen dat je de territoria zo goed mogelijk inricht, dat hij op een plek kan zitten waar hij zich goed voelt. Niet zijnde een spoorweg of een dijk, maar daarvoor zijn we bezig met hoogwatervluchtplaatsen, met kunstburchten, heel veel overleg met allerlei andere grondeigenaren om dat voor elkaar te krijgen. Want die bever en die das die komen, die zijn er al, die dijk die blijft interessant, jaag je hem hier weg, dan gaat hij een paar dagen later ergens anders aan de slag. Dus ja. Je moet zorgen dat je een hele mooie plek hebt. Niet zijn de essentiële infrastructuur. En dat vraagt veel tijd, veel overleg. Maar ik denk wel dat Henny, kan. Biologisch fun fact. Op de schaal van een spoorlijn of een weggetje is het natuurlijk heel lastig om een bever weg te houden dat hij weer terugkomt. Dat lees je eigenlijk overal. Een bever weghalen, bever doden heeft geen zin, maar hij komt weer terug. Dat is niet de permanente oplossing. Maar op de schaal van een wat groter landschap slaagt de muskusrattenbestrijding er al in om de beverrat uit Nederland te houden. De beverrat, een andere soort. Op een wat grotere schaal, de schaal waarop zo'n beest zich verspreidt door het landschap, is het wel degelijk mogelijk om de verspreiding te beïnvloeden. Mag ik daar je mening over horen? Nee, dat ben ik wel helemaal met je eens. Maar de muskusrat heeft natuurlijk wel een hele andere manier van bestrijden dan dat we... Kijk, die is niet beschermd, dat is een exoot. En die willen we terugdringen tot de landsgrenzen. Daar hebben we onze muskusrattenbestrijders voor. En die doden die muskusratten gewoon. Dus dat is niet de manier waarop we met de bevers om willen gaan in Nederland. Omdat dat toch een beschermde diersoort is. En die bescherming is net zo belangrijk als het duurzaam beheer. Maar ik ben het helemaal met je eens, hoor. Maar ik denk, zeg maar, met alle infrastructuur die we hebben, ook ProRail gezien, dat het bijna niet haalbaar is om dit voor elkaar te krijgen. Onze dijkbeheerders, ik ben nog niet helemaal in INW geland, maar de dijkbeheerders, zeg maar, die doen er alles aan, zeg maar die beesten zijn ook zo snel. En met hoogwater is het best lastig om te kijken waar ze precies graven. Dus die nultolerantie, hoe moeilijk is dat om te garanderen, dat wil ik zeggen. Zeker. Nou, het hoe, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar er zijn technische mogelijkheden natuurlijk om het ook fysiek eruit te houden. En die zullen vanmiddag aan bod komen in de workshops. Het geeft mij de gelegenheid om naar stelling 3 te gaan. Maak de inrichting van heel Nederland graverijbestendig. Dus dan maken we onderscheid binnen Nederland naar hogere gelegen delen, lager gelegen delen. Veengebieden, kleigebieden, maar hooglaag is denk ik het meest voor de hand liggend. Maak heel Nederland graverijbestendig. Oneens moet u daar aan de rode kant staan. Mee eens moet u hier staan. Mee eens betekent dat je dus ook kosten maakt voor al die keringen die in Zuid-Holland, Noord-Holland, Groningen en Drenthe liggen. Oké, hier is vrij veel rood. Is er iemand uit de zaal van groen die dat zou willen verdedigen? Meneer achterin, mag ik u vragen om een mening? Durft u het te verdedigen? En de ene kant de rode koeken willen houden en de andere kant de water willen opsluiten. En dat
ecoloog want houden weinig rekening met de dieren en de natuur die ook ruimte behoeven, waardoor die beesten ook, en dat ze vooral ook gedwongen worden richting die dieren. Dus het gaat niet zozeer dat die kwaadrijd stemmig zijn, dus dat is wel een inrichting van het land. Want het is vanuit een breed perspectief, nu naam de praktijk. Heel, heel mooie aanvulling. Maak het land zo robuust dat graverij geen kwaad kan. Bijvoorbeeld door beken en rivieren meer ruimte te geven. Zijn er nog mensen die daar van de rode kant commentaar willen geven? Daar. Ja, nogmaals zonder micro. Ja, Nederland, één ding natuurlijk. Hè. Maar als dat zou zijn, dan komen die bevers ook naar andere landen. Gaat het vet zo goed. Moet het in een groter kader plaatsen. En een van de grotere kaders is dat ze in Beieren, in Duitsland, erin slagen om heel Beieren graverijbestendig te maken. Daar zeggen ze, het Umweltministerie zegt, bevers mag je niet doden. Dat doen we dan ook niet. We richten heel Beieren graverijbestendig in. Oké, is er iemand van het podium van de experts die hierop zou willen? Ja, Hanneke, jij bent denk ik in het midden gaan staan, dus ik ga jou niet vragen. Henny, je staat het meest extreem. Wil je nog toelichting geven? Nou, weet je, op sommige... Ik denk dat in sommige gebieden dat niet direct nodig is. Hè? In sommige gebieden heb je gewoon niet zoveel problemen ten aanzien van graverij. Dus ik denk, we hebben alle hens nodig voor die gebieden waar het echt nu een groot probleem is. Dus om die capaciteit, zeg maar, die kun je maar één keer benutten. En de tijd en energie. Dus ik zou zeggen, ja, weet je, je hebt het hier over heel Nederland. Dan denk ik, van, nou, richt ons in ieder geval eerst op die, de probleemgebieden. En misschien is dat kortzichtig, hè? Maar dat is wel realisme. Dat ik denk, ja, weet je, gezien tijd, capaciteit... richt Nederland eerst, daar waar het echt een grote probleem is. Dus heel concreet, Noord-Groningen, wat nu door de waterschappen Huns en Azen door de Zijlvest eigenlijk bevervrij wordt gehouden, dat nu graverijbestendig maken. Dat? Dat gebied, die rode zone, moeten we nu graverijbestendig maken. 260 kilometer kering in Groningen en Drenthe. Ja, en ook het rivierengebied. Ik denk, we zijn nu met HWBP bijvoorbeeld bezig, hè, met een heel grootscheepse dijkversterkingstraject, 1500 kilometer aan dijkversterkingstrajecten. Laten we dat nou alsjeblieft oppakken, zeg maar, om die preventieve maatregelen gewoon nu te nemen. Want nu is de kans daarvoor. Hè, en die kans mogen we volgens mij niet laten lopen. Nou, geweldige oproep. Dankjewel. Dit wordt in de internationale literatuur eigenlijk overal geschreven. Het doden van bevers of dassen is geen permanente oplossing. Als je Stichting Das en Boom vraagt, maar ook als je de buitenlandse experts vraagt. Wil iemand daar een groen of een rood kaartje voor opsteken? U eigenlijk allemaal. Meer of meer een opdracht. Dank u wel. Zijn de mensen die geen kaartje opsteken, die hebben misschien een blauw kaartje. Die kunnen dan weten niet schrijven. Blauw of... Er is relatief veel groen. Het doden van bevers is geen permanente oplossing. Daar zijn we het mee eens. Is er iemand die rood had opgestoken die erop wil commentariëren? Ja, het is heel lullig. Het is een permanente oplossing. Ja. Het is niet de juiste oplossing, dat weet ik wel. Oh, het is niet de juiste oplossing. Ja, kun je dat nog toelichten? Het is ons al een keer gelukt, hè? Ja, het is ons al een keer gelukt. Bij Zalk is de peperdoog dood geslagen. Ja. Maar dat was niet voor dijkbescherming. Is er iemand van de groene kant die dat wil toelichten? Is er iemand van jullie dit heel graag? Jij bent er heel erg mee eens. Ja, je krijgt hem gewoon weer terug. Je kunt hem afschieten, maar blijkbaar is het een fijn plekje om te wonen. Dus hij komt weer terug. En in die zin is het een permanente oplossing. Het is misschien een oplossing in calamiteitensituaties. Dus ik vind het goed dat de oplossing of de mogelijkheid er is. Maar ik vind geen permanente oplossing waarin je moet gaan samenleven met het dier. Britt, wil jij dat dan zeggen? Ja, nou, ik denk dat Michel het net ook al heel mooi in zijn presentatie liet zien. Want het is een oplossing voor noodsituaties. Maar de bever komt gewoon weer terug. En als die terug blijft komen, blijft het een probleem. En is het dus geen oplossing. Dankjewel. Wil je graag iets zeggen? Ja, belangrijke toevoeging. Ik denk niet in simpele
één oplossing, maar probeer combinaties van oplossingen te kiezen. Of maatwerk per situatie. Dankjewel. Jessica, deze stelling zit er speciaal voor jou in. Had je ze zo verheugd dat die ook zou komen? We vragen ons hier af. De bever en de das hebben net zoveel recht op leven als de mens. En de zaal kleurt, wat mij betreft, nou is het fijn of ik ben kleurenblind. Dus voor mij kleurt de zaal gewoon groen. Heerlijk. Is er iemand die daarop een commentaar wil geven? Ja, ik zie hier een dame met groen. Wil je er iets van zeggen? Gaan we even staan en dan krijg je ook een microfoon toebedeeld. We komen vanuit dezelfde ontwikkeling. Dus iedereen heeft dezelfde, of we nou bever, das of mens zijn of alle andere dieren. Ik denk dat we, en planten wat dat betreft, allemaal vanuit dezelfde ontstaansgeschiedenis komen. Dus dat we allemaal evenveel recht op leven hebben. Dankjewel. Is er nog een andere groene verdediger daarvan? Sorry dat je laat lopen, Rens. Die Rens is wel geweldig hoor. En we zouden het. Ik ben het eens met de vorige spreker en ik wil daar nog aan toevoegen dat hetzelfde ook geldt voor de muskusrat en de beverrat. Dankjewel. Ik denk. En iemand die van de rood een toelichting wil geven? Of een vraag wil stellen? Serieus? Een klein extra broodje voor Rens in de pauze. Ik vind eigenlijk dat de bever en das meer recht hebben dan de mens. De mens heeft de hele wereld al kapot gemaakt, dus ja. Ja, en daarom ben je het ermee oneens. Ja, want die hebben meer rechten dan de mens. Heel verfrissend. We hebben in Nederland, dat zei Stichting Ark ook tegen mij, we hebben in Nederland zo ontzettend veel van de natuur ingepikt. We kunnen ons echt veel meer inspanning veroorloven om deze dieren, mee rekening te houden met deze dieren. Goed, dit is. Ik heb nu natuurlijk niet Jessica gevraagd om erop commentaar te geven. Dat moest nog wel eventjes. Jessica, wil jij ook hiervan wat zeggen? De bever en das hebben net zoveel recht. Ja, ik denk dat het pleidooi al is gevoerd vanuit de zaal. Ik denk, deze vraag zie ik los van de problemen die we zien. Het is een fundamenteel anders denken om te zeggen, zij zijn hier nou eenmaal en hoe gaan we daarmee om? En dan eigenlijk terugkomend op de vierde stelling. Ja, daarom denk ik dat het doden bijvoorbeeld geen permanente oplossing is, omdat dat voor mij symptoombestrijding is. We moeten het beter gaan indelen, waardoor we dat soort zaken kunnen voorkomen. Dus daarom denk ik vanuit dat recht op leven vanuit andere diersoorten, dat we kunnen kijken, hoe gaan we dan landschappen inrichten op een manier dat eigenlijk het bestaansrecht doet aan de mens en aan al die soorten. Super. Nou, heel, heel fijn dat je wilde toelichten. Nu is graverij een landelijk probleem. Henny, dat heb je goed laten zien. Is er dan regionaal maatwerk in protocollen mogelijk of denkbaar? Wij hebben hier stelling, graverij is een landelijk probleem. Er is geen regionaal maatwerk nodig in de protocollen. Dat is zo moeilijk als dingen negatief zijn, hè? Ja. Ik ben het ermee eens dat er geen regionaal maatwerk nodig is. Ik vind dat overal alles hetzelfde moet. Dan moet je groen doen. Alles overal hetzelfde. En als je regionaal maatwerk wil, dan moet je maar daar gaan staan. Oké. Dank u wel. Veel groen. Wilt u daar misschien even... weinig groen, maar wilt u een commentaar geven? U voelt zich hopelijk aangesproken. U krijgt ook een microfoon toebedeeld. Ik deed mee met het witte shirt daar. U had groen omhoog. Wit shirt en blauwe halsband. Nou, dat hebben we allemaal. Waarom koos u groen? Ja, ik denk dat, dat het regionaal maatwerk niet per se nodig is. Omdat eigenlijk per... hoe zeg je dat? Per regio weten de beheerders die het oplossen, als die een basisset regels heeft, dan weten die hoe de uitvoering werkt. Dus mijn idee is dat het landelijk protocol heeft al heeft mijn voorkeur. En dat je dan het maatwerk in het veld oplost. Ja. Als het op landelijk niveau
hoofdlijnen geregeld. Precies, genoeg is. Ja, dankjewel. Ik vraag even Britt om commentaar en dan hoop ik dat iemand die nog vragen vanuit de zaal wil reageren even zijn hand opsteekt. Britt? Ja, ik denk dat er wel degelijk een soort landelijk beleid of protocol zou moeten zijn. Maar ik denk ook dat regionaal maatwerk ook altijd nog nodig zal zijn. En dat ook nu blijkt dat op bepaalde plekken werken dingen wel, op andere plekken werken dingen niet. Het kan ook heel erg lokaal zijn dat de een vindt het wel oké, de ander vindt het niet oké. En ik denk dat daar juist ook de duurzame samenleving met die DAS of bever in te vinden is. Moeten we daarvan laten afhangen? De een vindt het wel oké, de andere niet? We hebben toch allemaal in Nederland dezelfde rechten? Nee, ik denk dat er landelijk wel iets een groter geheel, een soort basis moet zijn. Maar ik denk dat er lokaal ook zeker rekening mee gehouden moet worden. Dat de een het wel oké vindt en de ander niet. Ik kan me voorstellen dat vooral de landschappen heel erg verschillen. Dat dat een reden kan zijn. Dankjewel. Ik wil me eigenlijk een beetje aansluiten bij Britt in de zin dat het op de ene plek wel werkt en op de andere plek niet. En dat je dus maatwerk moet hebben, doet niet weg aan wat je als opmerking terecht gaf, Daan. Hebben we niet allemaal dezelfde rechten? Ik zou rechten eerder zien als een kader van wat heb je nodig om succesvol te kunnen leven. Samen te kunnen leven met de bever en de das, maar ook voor die dieren om te kunnen leven. En daar is juist maatwerk bij nodig, net als bij mensen ook maatwerk nodig is om te kunnen leven in de maatschappij. Dankjewel. Dringende vragen, dringende opmerkingen? Hier. Nou, ik ben helemaal voor maatwerk, maar ik merk dat als je maatwerk in protocollen gaat proberen vast te leggen, dat dat heel veel tijd kost. En we hebben al zo'n enorm probleem als het gaat om Nederland en natuur. En ik merk dat bij de bevoegde gezagen een enorm capaciteitsprobleem ligt. Als adviseur bij een adviesbureau merk ik dat dat ons ook ontzettend veel inspanning kost. En ik zou eigenlijk die inspanning juist willen inzetten op het stukje maatwerk. Dus waar ik voor wil pleiten is dat die protocollen niet vast worden gelegd met al dat maatwerk, maar dat er ruimte komt voor maatwerk in het protocol. Dus dat de kennishouder, de adviseur, dat maatwerk kunnen gaan creëren en dat dat niet al van tevoren vast ligt in een protocol. Want dan moet je daar weer over gaan praten en dat kost ook weer heel veel tijd en geld, wat ik liever steek in die dassen en bevers. Oké, wordt gewaardeerd, de input. We verplaatsen ons naar de laatste stelling. En de laatste, dan begint een Pavlov-reactie natuurlijk onmiddellijk dat u aan de lunch begint te denken. Nee, we gaan de diepte in bij deze stelling. Er wordt niet gemarchandeerd met waterveiligheid. Wij vragen u te ordenen op de rang. Moeten we eigenlijk, bij het voorbereiden van de stellingen schreef Oscar van Dam, een van de organisatoren. Ja, je kan gewoon een beetje hogerop wonen in je woning. Je kan, met een auto ben je toch ook gewend aan risico? Er wordt niet gemarchandeerd met veiligheid, daar is iedereen het mee eens. Ik zie een rood flapje daar. En daar een rood flapje. Wilt u hier commentaar op geven? Ja? Het is maar een keuze op welk niveau je het legt. En bepaalde delen van het land hebben een hoger niveau, veiligheidsniveau nu. Andere delen hebben weer een lager niveau. Dat is allemaal keuzes. En daar zijn wel argumenten voor. En we hebben een heel mooi verhaal bij. Maar ja, je kan het ook. Je kan ook zeggen, er wordt nu al gemarchandeerd, want sommige gebieden hebben maar 1 op 1000 veiligheid per jaar. Dus er wordt al gemarchandeerd? Nou, iedereen heeft wel een basisbeschermingsniveau. Hè? Dus elke Nederlander achter de dij, die wordt zeg maar, op dezelfde manier beschermd. En daarbovenop kan een deel van Nederland nog extra beschermd worden. Dus iedereen heeft in Nederland wel een basisbescherming. Ja, maar we zien die Hanneke wel extreem recht aan. Ja, en die hebben we recent ongeveer een factor 10 verhoogd. Ja, die hadden we ook een factor 100 kunnen verhogen of een factor 3 kunnen verlagen. Dat is een arbitrair geval. Er is altijd een risico, wilde je daarmee zeggen. Er is altijd een risico. Hanneke, je bent extreem naar rechts gaan staan. Bij Groen ben je het er heel erg mee eens. Ik ben voor de veranderingen extreem rechts. Ik moet zo op mijn woorden letten. Nee, waar ik hier in dit vraagstuk elke keer weer aan moet denken is, we hebben bevers en dassen in de dijk. We hebben 2 jaar geleden in Limburg heel hoog water gehad. Nou, ik ben die week ook de hele week bezig geweest omdat het daarna Brabant in
naar Brabant stroomde. En voor ons was het niet eens extreem hoogwater. Maar we hebben wel Dassenburgten gehad bij de dijk. Nog niet eens in de dijk, maar bij de dijk waar gewoon het water al uit kwam stromen. En waarvan je zegt, als het waterpeil hoger komt en al het zand gaat meestromen, dan heb je echt een heel serieus probleem. En we beschermen niet 10 mensen, we beschermen 300.000 mensen. We beschermen 15 miljard waarde. Daarin denk ik, je kunt wel zeggen, we kunnen een heleboel toestaan en ze zijn heel mooi. En ik denk, je moet de omgeving inrichten dat ze ergens anders gaan zitten. Maar in die dijk, daar bescherm je dusdanig veel in Nederland. Ik ben het ermee eens. Ik vind het mooi, hè, die omslag in denken. Want we moeten naar heel veel ruimte geven voor. Maar dat kost wel tijd. En daar moeten we de komende jaren aan gaan besteden om ervoor te zorgen dat je paradijsjes krijgt. Waar ze zich heel goed kunnen vestigen en waar je ook nog groei kunt toestaan. Maar ik denk niet dat we met die waterveiligheid moeten gaan knoeien. Want er zijn niet voor niks zijn die normen gesteld. Er zijn dus s'nachts bij dit soort hoogwatersituaties mensen buiten die voortdurend in de gaten houden. Is onze dijk nog wel veilig? Kunnen we wel iets doen? Hoe valt de zaak nou nog te redden? En daar moeten we enorm veel respect voor hebben. En daar speel je dus mee met hun slapeloosheid als je daar een extra risicofactor aan toe gaat voegen. Het levert mooie beelden op, hoor, want wij hebben best veel nachtelijke filmpjes gehad van bevers die over de dijk gingen. En ik zeg, zolang ze over die dijk gaan, vind ik het prima. Britt, jij staat een beetje in het midden. Mag ik jouw commentaar ook nog horen? Ja, ik had me bewust wat neutraler opgesteld. Ik ben het er wel mee eens. Maar ik denk dat je daarmee nog steeds de mens heel erg boven de bever stelt. En ik denk dat dat in sommige situaties ook zeker zo moet zijn. Maar in andere situaties ook niet. Dus vandaar ook meer. Ja, ik had eigenlijk ook meer daar willen staan. Maar we stonden zo mooi opgestaan. Ja, dan ga ik hier wel staan, hoor. Ik zit toch wel meer aan die kant. Wat ik misschien kan toelichten, dat heb ik niet verteld, maar ik kom uit Lelystad. Ik ben opgegroeid met de bever, ja, voor mij heel normaal. Er zit eentje in onze wijk. En wat ik heel erg mooi vind, is dat in onze wijk houdt iedereen wel van de bever. We wandelen dagelijks langs. Hij heeft zijn eigen plekje naast de huizen. Dus ook toevallig misschien dat hij echt een goed eigen plekje heeft. Maar daar, heel lokaal, dus vanuit mijn jeugd, heb ik ervaren dat het samenleven kan. En dat is omdat er dan echt ruimte voor is. Maar ja, dat moet natuurlijk op grote schaal ook gebeuren. Maar dat moet ook, hè? Het samenleven met die bever en met die das. Dat moet ook. Ik denk dat dat ook kan. Ja. En Britt en ik hebben vorige week er eentje gezien, zien zwemmen. Nou, dat was ook heerlijk. Die zwom ook gewoon nog. Maar het is mooi om ook af en toe die andere kant te zien. Ja, Gerard Swaap zei ook, je moet eigenlijk de mensen ook een verbinding laten aangaan met het dier. En dan weet je ook waar we allemaal deze moeite voor doen. En dat wil ik ook oproepen, want we willen vanuit de STOA ook gaan kijken, kunnen we een aantal excursies gaan organiseren. Ik ben zelf milieukundestudent van achtergrond en iedereen was tegen de jacht. Mijn oom is jager. Ik zei hem, ik wil heel graag een keertje met jou mee, want ik wil wel eens ervaren hoe dat gaat. Hè? Schiet je gewoon voor de wilde weg, lach je en drink je na afloop je biertje. Maar dat is niet zo. Daar werd heel mooi over nagedacht. Dat was echt. Dat leverde bij mij zo'n perspectief op. Daarom ben ik ook vorige week met Britt mee geweest. Ik denk, want nu ben ik heel erg van die waterveiligheid. Maar ik vind het ook heel mooi om te ervaren hoe die dieren een heel positieve impact kunnen hebben. En daar wil ik jullie ook allemaal voor oproepen. Je hebt je eigen kant, hè, van het spectrum. Maar ga ook proberen ook actief de andere kant van het spectrum op te zoeken. En daar de dialoog over te voeren. Hier vooraan. Dit is de laatste vraag. De laatste opmerking voor de lunch. Je hebt het. Oh, ja. Nou ja, ik wilde zeggen, ik ben het daarmee eens.